Hoi Pieperlooi, ik ben het, Herbert. Heb je het ook wel als je geïrriteerd bent? Ik heb het heel vaak. Dit zijn mijn top 5 kleine irritaties. Op 5 mensen die op de openbare weg naast elkaar gaan fietsen. Ik weet dat jullie gezellig aan het klessenbessen zijn, maar ik moet er langs, want ik heb haast. Ik heb een leven. En door jullie getreuzel kom ik straks te laat op de schaakclub. Op nummer 4, bedweters. Ken je dat? Je hebt een neef, laten we hem bijvoorbeeld Bart-Jan noemen. En elke keer als jij wat gedaan hebt, heeft hij het beter gedaan. Ik ben een week op Hawaii geweest. Hij heeft een strandhuis op Hawaii. Ik heb een handtekening van Gordon. Hij is mijn vriend met Gordon. Houd toch eens op met snoeven, Bart-Jan. Ik wil ook wel eens de grote jongen zijn op het familiefeest. Op nummer 3, modeslaven. Allemaal hetzelfde dragen, hè? En omdat het moet van de modemafia en naar mij afzeiken omdat ik wel eens een broek met wijde pijpen draag. Stomme buurtkinderen. Ik ben een individu, ja? Allemaal hetzelfde dragen. Weet je waar ze dat ook deden? Precies, Nazi-Duitsland. Op nummer 2, ISIS. Hallo, hou eens op met die malligheid. Aanslagen wat niet meer. Ik heb niks te maken met jullie god. Misschien bestaat hij wel helemaal niet. En als hij wel bestaat, waarom heeft hij dan oorsmeer verzonnen? Oh. En op nummer 1, dat spreekt voor zich denk ik, gehandicapten. Mooi. Volgende week ben ik terug met de top 5 lekkere wijven uit de jaren 80, die er nu, na al die jaren, minder mooi en ouder uitzien. Teaser alert. Ik ben Kelly LeBrock, ik was super lekker wijf in Wired Science en in The Woman in Red. Maar nu is het 2017. Oh nee, de natuur is een klootzak.